Mark Waldijk, oud-algemeen directeur van Staatsolie, wordt de nieuwe algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. Waldijk volgt Antoine Brahim op. Het ministerie meldt verder dat na verschillende gesprekken gevoerd te hebben en na goedkeuring van de president, besloten is Waldijk per 1 mei 2017 aan te stellen als directeur. Waldijk heeft zowel bij Staatsolie als Suralco zijn sporen verdiend op diverse niveaus binnen de organisaties. Vanwege zijn rijke ervaring op het gebied van organisatiemanagement en projectmanagement is de keuze op Waldijk gevallen. Deze ervaringen komen goed van pas bij de totstandkoming en operationalisering van het AMC SU nieuwbouwproject.